Papa is toch altijd een slaapkop. Dus ik moet hem echt weer heel hard gaan wakker schudden. Het is nu tijd om de helm te gaan testen. Goed, dit is pas een blauwe parcours. Ik vind hem al pittig. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe video hier op Good Life. Papa slaapt nog, de rest staat hier, is hij wakker. Dit is Esther, die is wakker. Ik ben wakker, ja. Nou, papa nog. Papa nog. Hallo papa. Papa. Hey, slaapkop. Papa is toch altijd een slaapkop. Dus ik moet hem echt weer heel hard gaan wakker schudden. We gaan het zwaarder schudden. Wakker worden! Hup, wakker worden. Hup, wakker worden. Hoppa! Wakker worden. Wakker worden. Hoe laat is het? Het is 8:30. En we moeten om 9:00 ontbijten. Ja, we kunnen wel eventjes. Nee, jij gaat nou opstaan! Lekker eten! Maar dit ziet er inderdaad lekker uit, ja. Heerlijke luxe broodjes. Ik ga voor een croissantje. Twee croissantjes. Oh, lekker vers beleg. Tomaten, komkommers. Ik ga voor vlees. Smakelijk eten, zou ik zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je kijkt zo tegen de piste aan. Ja. Je kunt zelfs dichter bij de piste zitten als je wil, maar dat is allemaal bezet. Bij een sportieve levensstijl zoals de afgelopen dagen ik dat gehad heb, hoort natuurlijk gezond eten en echt broodje gezond. Ik word gewoon uitgelachen. Dit is Tappers eten, dit is mijn eten. Esther en papa zijn even nieuw eten halen. Nou, ik heb heerlijke champignonnetjes gepakt met haar. Lekker gebakken. Nou, het eten zit erin. We gaan ons weer helemaal aankleden, klaarmaken voor te gaan skiën tenminste. Jayden niet, Esther niet, ik ook niet, maar Jason wel. Die heeft het echt gevonden, het skiën. Hij zoekt nu wel iets anders, dat vindt hij niet. Wat zoek je? Je schoentjes. Daar. Nou, sta je misschien op de balie? Ik heb hem dan neergelegd. Nou, dan heb je misschien vergist. Dan vraag je maar nieuw even. Ik ga mijn stokken pakken. Hey, mijn stokken vandaag? Ja. Nou, kijk maar. Ik weet niet welke je nodig hebt, welke maat. Ga je zijn op. Deze, dit zijn de kleinste die er nu nog zijn. Die lift met die schijfjes heet een pannenkoekenlift. Waarom heet het een pannenkoekenlift? Nou, dat heeft een schijfje wat op een pannenkoek of een pizza lijkt. Oh ja? Ja. Heeft Roeja dat gisteren verteld? Nee, zag ik gewoon in het boekje. In welk boekje zag je dat? Dat weet ik nu ook niet meer, hè? Oh, een kookboek zag je dat in. Een kookboek? Ja, daar staat de pannenkoekenlift in. Ja. Echt? Nee, ja, dat klets. Ik zie naar je ogen dat je klet. Van die helemaal? Ik ben blij. Dat was niet pijn. Zo, lekker uitgeskiet, jong. Ja. En jij vond het wel leuk, hè? Nou, kom, dan gaan we ons omkleden weer. En nou is het tijd voor de avonturenvallei. Het is nu tijd om de helm te gaan testen. Auw! Kijk tot de krisis. Hij doet het. Oké, okay, dat is mooi. Auw! Oh. Ik doe niet doen, hè? Nee, ik doe niks. Ik loop gewoon, maar die brug gaat op en neer. Jason, niet doen. Niet doen, hè? Ik ben benieuwd hoe lang Jayden het gaat volhouden. De eerste hindernis is nogal een klim voor hem. Ik vind dat hij het nog best goed doet. Hij zou al hier kunnen wisselen. Zo weer richting de uitgang. Mocht hij niet redden, kan hij altijd teruglopen. Maar dit is de makkelijkste opdracht die erop zit. Kijken hoe ver hij gaat komen vandaag. Jason, je hebt er zin in. Die zit hem al behoorlijk op te jagen, dus die lus ik dadelijk andersom erop. Kijk, dit is zo'n wissel. En dan kun je ergens anders heen wisselen. In dit geval zo naar de uitgang.
Zie je even hoe mee werkt zo. En zijn naar de uitgang kunnen. Maar we blijven op de blauwe. Dat is gewoon rechtdoor. Gaat Jason gaat voor. Kijk Jaden, weer naar achteren. Nou, dan gaan we hier overheen. Nou, toi toi toi. Lukt het? Ga jij dan maar door? Ga je deze niet redden, denk je, Jaden? Nu al niet. Ga je nu al terug? Weet je het zeker? De volgende is een soort evenwichtsbalk. Ja, en ook moet ik ook van mijn handen. Maar ik smokkel wel een beetje met die kamer. Ondertussen is Jaden daar rechts in beeld naar beneden aan het gaan. Ik geloof, ga je mee, Esther? Oh, Esther gaat mee om te begeleiden natuurlijk, anders kan hij daar niet verder. Ik ben benieuwd of Esther terugkomt. In elk geval, met Jason die is hier. Gaat met jou wel goed, hè jong? Kom jij terug, Esther? Ga je ook naar beneden? Nou, Esther gaat dus gelijk met Jaden naar beneden. Wij gaan verder. Jeetje, hoe moet ik het nou gaan doen? Hier was weg voor mij. En dan zo. Oké. Okay. Hier. Houd het op. Je zit wel vast, maar je valt altijd een stukje naar beneden. Goed, dit is pas een blauwe parcours. Ik vind hem al pittig. Zo. Nou ja, Jason. Hoe deed je dat bij mij? Zo met een voetje erop. Dan houdt dan geen camera vast, dat is wel makkelijker. Hij is wel kleiner. Ja, dat is goed zo, jongen. Oké, okay, hier moeten we dan. Ja, ik ben naar boven. Oh, oké. Okay. Jaden wilde dit weekend heel erg graag mee. Maar dit soort activiteiten is natuurlijk gewoon wel wat lastiger met zijn beperkingen. Ik vind het wel top dat hij het probeert, dat hij doet. Dan gaat dat er vol enthousiasme erin. Maar nu naar één. Windiness had hij het wel gezien. Snap ik ook wel. Hij kon niet heel goed zijn evenwicht bewaren. Maar Jason daarentegen, die kan het een stuk beter. Maar die zit ook een beetje in de knoop. Maar je hoeft die, dat ding niet vast te houden. Die kan je gewoon laten hangen. Nee, dat is dat ik kan net één keer wel proberen. Ja, maar als je met je vingers ertussen zit, heb je ouwe. Dat is best wel heel ja. Dus je moest het twee keer doen. En tot dat ding. Ja. Kijk. Ai, je hebt al je verviseerd. Wat heb je dat voor elkaar gekregen dan? Ai. Wat heb je dat gedaan dan? Ja, de andere keer was een los vlotje. En heb ik zo helemaal tot hier onderaan gegaan. Oh, ik denk je zit vast hier. Ja. Kan je wel verder? Ja. Oké, okay, dan gaan we koor dansen. Kom vanaf de daken. Kijk eens, zo. Weet je nog een keer bal spelen? Hoe dan? Gewoon pakken. Ja, springen. Springt. Ja, maar ik sta nou even op een touwtje van 5 meter boven de grond. Dus laat me maar even. Deze is meer te doen. Ik heb niet zozeer hoogtevrees, maar dit is toch wel even iets anders. Ja, fijn. Ja, gered. Zo. Oh nee. Ik doe dat mijn leven. Ja, vanaf gaat alles goed. Nog een pilletje nodig of iets? Ja, ik zie het. Hop. Ik ben geen klimkampioen, dat heb ik al in de gaten. Moet je nagaan, vroeger als kind, zoals Jason, klom ik in bomen. 20 meter hoog. En nu, hoe is je om een paar plankjes over te steken.
Ja, je maakt goed vast, jong. Ja, het is toch moeilijker dan je dacht, hè? Het is geen speeltuinklimrekje dit, hè, zoals de laatste keer. Dit is wel wat moeilijker. Ja, dat is even meer pro. Venet is het volgende onderdeel, maar deze is niet zo moeilijk. Je hebt de zitbaan niet gehaald. Daar hang je dan met je goed gedrag. Dan haalt hij zo naar binnen. Ah ja. Zo lang. De laatste hindernis. Vind jij het makkelijk? Ja. Mooi, gaan we het moeilijker maken. Ja? Als jij nog verder wil, je mag verder klimmen, hè? Maar papa gaat naar beneden. Papa heeft al genoeg geklommen voor de komende 10 jaar. Dus wat wil jij? Wil je verder klimmen of niet? Dan kan je hier wisselen. Nee, daar ga ik of daar? Ja, dan kan je hier terug naar voren. Je kan allebei ga je naar... Ja, Essetje, dan komen we waar ik het meeste van hou. Rodelen. Juist, we gaan lekker rodelen. Leuk. Veel plezier, hè, jong. Het is wellicht misschien een beetje extreme rides content, maar deze rodelbaan is een alpine gozer gebouwd door Wiekant. Uniek in Nederland. Alleen Snowworld heeft er zo eentje staan. Voordeel aan deze baan is dat je nooit eraf kan vliegen. Zo'n bobbaan, zeg maar zo'n halfpijp waar je met zo'n sleekje erheen rijdt, daar zou je van af kunnen vallen omdat je geen riem hebt. En deze heeft wel een riem. Dus daarom is dit zo'n hele fijne alpine coaster, achtbaan, voor het hele gezin. Waarom het ook trouwens alpine coaster genoemd wordt, is dat hij vast zit op de rails, zoals dus een achtbaan. Er zitten dus twee wielen boven, onderaan de baan zit een wieltje en aan de zijkant, zoals een achtbaan is, waardoor je dus alle kanten in principe met een sleetje kan opdraaien. Hij zou technisch gezien over de kop kunnen natuurlijk, want het sleetje valt er niet vanaf, maar dat kan niet omdat je zelf natuurlijk niet goed vast zit. Dus, maar verder kun je wel alle bochten maken en steile afdalingen maken met zo'n type baan als deze. Ja, ik vind geweldige dingen altijd om te doen. Rem is angst! En boem is zo, daar gaan we! Lekker hoor! Hoppa, maximaal! En wat zeggen we dan? Je moet zo gaan, hè! Ik krijg je bijna! En daar is het toch! Volle gas! Kun je nu ook vliegen terecht? Ja, het is jammer dat je net niet je ziplijn af mocht, hè? 1,60 meter minimaal moet je daarvoor zijn. Maar gelukkig hebben we hier nog een ziplijntje. Ja, niet zo hoog, dat zegt u toch? Hé, hey, Ruben! Janken weer. Nou, de kinderen spelen nog even lekker verder hier in de speeltuin. Het is echt prachtig weer. Ik wil jullie bedanken voor het kijken bij deze video. Deel een like als je het leuk vond. En we zien elkaar de volgende keer weer. Tot dan weer. Dag. Dit is alweer het einde van deze vlog. Abonneer je nu op dit fantastische kanaal van Koetelaar. Tot de volgende keer.